Goedemiddag bij de webinar Ecologisch Beheer Ecologisch Versterken. Ik ben Anne Stortelder en ik werk bij de VALA. Naast mij staat Hans Veuring, coördinator van het Agrarisch Collectief Veluwe en Utrecht Oost. We hebben samen nagedacht van goh, wat doen we eigenlijk allemaal om nog meer biodiversiteit te bereiken en wat kunnen we daar in het beheer in doen. Hans, wil je hem op de volgende doen? Zal ik hem doorklikken? Want waarom? Een belangrijk instrumentarium is maatwerk in beheer. En waarom zou je dat eigenlijk willen doen? Ja, het belangrijkste doel is dus een betere ecologische kwaliteit en een grotere biodiversiteit. En dat kan door een aantal verschillende manieren. Die gaan we dadelijk allemaal stuk voor stuk af met voorbeelden. Onder andere maatwerk. Daar is vanmorgen ook al wat over gezegd voor iedereen die vanmorgen de eerste webinar heeft gezien. De flexibiliteit die je in je pakketten kan aanbrengen, biedt heel veel kansen. Maar je kan ook buiten leefgebied een aantal dingen doen. Ook kan je met je eigen collectief zelf mooie initiatieven oppakken zonder je allemaal te hoeven storen aan regeltjes en bureaucratie. En samenwerken met andere treinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, gemeenten kan ook heel veel opleveren. Ja, nou, ik denk dat dat wel een sterk punt is, dat je vooral die flexibiliteit hebt. Hè. Het is toch vaak een beetje een staar systeem, dat hele agrarisch natuurbeheer waar we mee werken, wat allemaal naar RVO moet. Ja. En door met maatwerk te werken kun je soms net andere afspraken maken, soms een ander potje gebruiken om die kwaliteit verder te verbeteren. En dat kan op deze manier heel mooi. Ja, meer ecologische kwaliteit. Nou, onder andere mozaïekbeheer kan heel veel toevoegen aan leefgebieden voor doelsoorten. Dadelijk heb ik wat voorbeelden daarover. Maar daarmee kan je een compleet leefgebied bieden. In plaats van solitair beheer af te sluiten, bied je een variëteit waar zowel het voedsel voor een soort als ook gewoon schuilmogelijkheden en alles in zit. Daarnaast hebben wij in de Achterhoek ook focusgebieden aangewezen, waardoor je in die gebieden je gaat richten op bepaalde doelsoorten, om het totaal mozaïek te kunnen bieden op een wat groter oppervlak. Aanvullende beheervoorschriften, dat zullen heel veel van jullie al wel hebben, maar daar kan je ook heel specifiek mee sturen. Wij hebben ook ingezet op specifiek advies, op bodem bijvoorbeeld, om ook de kwaliteit daarin te verhogen. Misschien niet direct het eerste wat je denkt van, oh, dat hoort in mijn beheer terecht, thuis. Maar het zorgt wel dat je je beheer beter kan uitvoeren. Daarnaast is het belonen van extra inzet natuurlijk ook een hele mooie optie. En buiten leefgebied beheer mogelijk maken. Ja, wij hopen in de Achterhoek altijd dat we gewoon één grote vlek krijgen. Dat we bij iedereen wat kunnen doen. Want overal is winst te halen. Even kijken. Hoe betalen we dat? Zal ik doorgaan met de betaling? Ja, doe jij dat maar eens even. Je hebt een goed idee over. Ja, want dat is natuurlijk het lastige van, je wilt graag extra beheer afsluiten, maar ja, meestal wat je extra doet, dat kost ook extra geld. Dus daar moet je dan wel een weg voor vinden om dat goed te kunnen doen. Er zijn naar ons idee verschillende manieren voor. Vaak zit er al wel een beetje speling in die hele gebiedsaanvraag die we doen. De pakketten die we afsluiten zijn soms net iets goedkoper dan wat we gemiddeld in het aanbod naar de provincie hebben staan. Dus dat geeft soms een beetje speelruimte op. Maar dat zal nooit zo heel veel zijn. We kunnen ook werken binnen de beheerpakketten. Dus je werkt met een gemiddeld hectarebedrag voor al je pakketten. Maar soms kun je ook bepaalde pakketten op een lagere vergoeding zetten. Omdat de kwaliteit voor het beheer ook wat minder is. En daarmee geef je jezelf wat speelruimte om op een andere plek weer wat extra dingen te kunnen doen. En krijg je daar nog reactie op van deelnemers dan? Van, hé, ik krijg minder dan mijn buurman? Ja, dat krijg je wel eens, maar daar zijn we eigenlijk niet zo bang voor. Want ik vind, dat moet je wel goed kunnen uitleggen. Dus we doen dat natuurlijk niet zomaar, het is geen willekeur. Er zit altijd een verhaal bij. Dus je kiest, zeker bij bijvoorbeeld botanische graslanden, kun je vaak duidelijk een onderscheid in kwaliteit maken. En dan is er ook best wel voor te zeggen dat je bepaalde pakketten een lagere vergoeding geeft dan andere die een hele hoge kwaliteit hebben.
En waar je ook minder landbouwkundige opbrengst van afhaalt. Ja. Dus je moet altijd wel de uitleg goed kunnen geven, maar dan hebben wij de ervaring dat het ook goed bij de deelnemers wel over kan komen. Ik zal zo nog een grafiekje laten zien wat wij organisatiereserve noemen. Dan zal ik dat daarbij toelichten, maar ook dat geeft een stukje financiële ruimte. Daarnaast gebeurt het nogal eens dat we externe afspraken maken. Bijvoorbeeld een gemeente. We hebben binnen ons collectief nogal wat gebieden die we voor het agrarisch natuurbeheer dan zogenaamd wit gebied noemen. Daar liggen geen mogelijkheden voor ANLB-pakketten. In die gebieden hebben we soms wel een afspraak met de gemeente die daar wel doelen wil bereiken of iets met akkerlanden wil of met andere beheervormen. Dan betaalt de gemeente dat, wij tekenen het gewoon bij het collectief in en kunnen op die manier toch mooi een stukje beheer daar neerleggen. En de laatste punt, samenwerking tussen beheerders en treinbeheerende organisaties. Maar dat speelt vooral bij jullie in Achterhoek, denk ik. Ja, en dan kom ik straks nog met een voorbeeld. Maar door de combinatie van mensen die en SNL hebben, maar ook ANLB, kun je bij beide een plus, kan beide een plus opleveren als je daar gewoon wat specifieker naar kijkt. Mm-hmm. Maar die komt straks nog. Dit is jouw. Dan klik ik even door, want ik wou dat van die organisatiereserve nog toelichten. We hebben in het agrarisch natuurbeheer natuurlijk een doelstelling gehad om efficiënt te werken met lage overheidskosten, lager dan vroeger, toen de overheid zelf nog die regeling uitvoerde om die efficiëntie een stuk te verbeteren. We werken met een taakstelling voor organisatiekosten. Op het totale budget is dat 16,7% aan organisatiekosten. Daar hadden we in het begin heel veel moeite mee. We moesten het systeem leren kennen. De administratieve rompslomp was soms wat groter dan we verwacht hadden. Maar inmiddels zien we dat we dat toch wel aardig in de vingers hebben. En kunnen we jaarlijks op onze organisatiekosten toch onder die norm blijven die we in de begroting hebben staan. En dat maakt dat we ieder jaar eigenlijk vanuit die organisatie een stukje geld overhouden. We noemen dat onze organisatiereserve. En dat is geld wat eigenlijk ook beschikbaar is om extra dingen mee te doen. En wij vinden dat we dat moeten investeren zoveel mogelijk ook in kwaliteit van beheer. Dus dat geld wat we overhouden door efficiënt te werken gebruiken we om pakketten af te sluiten, achterdeurpakketten of aanvullende afspraken te maken om het beheer te verbeteren. En dan heb je ook partijen die wel eens aankloppen van jullie hebben zo'n mooi reservepotje, wij hebben nog leuke ideeën of... Ja, dat kan, maar dat mag ook. We staan open voor alle ideeën. Maar uiteindelijk beslissen we natuurlijk wel zelf met ons bestuur en ook met onze deelnemers wat we een goede weg daarin vinden en hoe het geld besteed kan gaan worden. Ja. Op termijn zou het ook zo kunnen zijn dat we zeggen van we gaan in onze hele begroting het percentage organisatiekosten omlaag brengen en gewoon niet 16,7%, maar wat minder, zodat we langs de normale weg meer geld voor beheer over hebben. Dat is een beetje spelen, maar vooral die flexibiliteit die er nu in zit, om los van de standaardpakketten eigen keuzes te kunnen maken, dat spreekt ons wel aan. Mooi. Gaan we door naar de voorbeelden. Een voorbeeld van mozaïekbeheer. In de droge dooradering hebben wij onder andere in de Achterhoek voor de grauwe klauwbier mozaïekbeheer. En dat betekent dat met één beheereenheid of één beheerpakkettype kom je niet toe. Dat is niet voldoende. Er worden aanvullende eisen gesteld, zodat je, zoals op dit plaatje ook te zien is, een heel gevarieerd, structuurrijk landschapsbeeld krijgt. Met niet te veel hoogopgaande beplanting, maar wel juist die struwelen erin. Als voorwaarde wat we afgelopen jaren hebben gedaan is, grote botanisch graslandpercelen. Die hadden we behoorlijk, flinke oppervlaktes, maar we hebben de eis gesteld, die moet je gaan opdelen met landschapselementen. Bijna alle botanisch graslandpercelen die zijn nu nog maar 1 hectare groot. En dan worden ze of door een struweelrand, of door een singel, of door een sloot die mag verruigen, doorsneden. Waardoor je veel meer overgangen krijgt en voor de grauwe klauwbier een veel betere biotoop. Onderdeel daarvan is dat er ook heel specifiek advies wordt gegeven op het graslandbeheer. We kijken daar, past het nog, maar moeten de dingen aangepast worden? Moet er op de randen wat gebeuren? Moet er misschien toch een keer bemest worden om een bepaalde fase te doorbreken? Zo wordt gekeken.
andere aanvullende eisen, zoals hier staan, maximaal eenzijde grenzen naar gangbaar cultuurland. Dat betekent dat het behoorlijk omzoomd moet zijn. Of ander beheer naast moet liggen. Nou, dat soort samenhangend beheer, mozaïekbeheer, doet niet alleen voor een doelsoort als grauwe klauwier veel, maar ook voor heel veel meeliftende soorten. Heeft een boer daar wel zin in eigenlijk? Want dan heb je een mooi perceel van 5 hectare, kun je lekker snel maaien. En dan zeggen jullie van, je moet er wat struikjes tussendoor gaan planten. Ja, die boer die lekker snel wil maaien, die doet vaak al niet mee met de ANLB. Oké. Maar met name zeg maar in het Winterswijkse gebied, dat is al heel kleinschalig. Mm-hmm. Levert het ANLB echt wel een goed alternatief voor het reguliere grootschalig beheer. Daar heb je heel veel perceeltjes van 2-3 hectare. En daar deels een element bij in. We regelen het vaak wel zo dat je rond kan rijden. Dus het hoeft niet van kop tot staart doorsneden te worden. Daar zijn wel afspraken over te maken. Maar wij kunnen vertellen waarom het meerwaarde heeft. En de staat qua vergoeding kan men er ook goed mee uit. Ja, ja, okay. Dus er is zeker wel animo voor. En wat we in die gebieden ook zien, dat is dat het heel erg wordt gewaardeerd, ook door de omgeving. Dus ja, dat helpt dan vaak ook weer mee in een stukje positieve beleving van het agrarisch landschap en dus van die boeren. Dus dat vinden ze ook wel erg mooi. Ja, dat is leuk. Dit doen we voor meer soorten. Patrijzen hebben hier ook heel veel baat bij, maar ook een soort als knoflookpad of boomkikker. Daar hangt toch heel veel samen om en een voortplantingsbiotoop, maar ook een voor de winter een voedsel. Dus om dit hele spectrum te bedienen. Dus daar hebben we ook, op mozaïek is daar wel erg belangrijk. En je vraagt wat extra's, maar het levert ook meer op. Dus, ja. Dan hebben we ook nog focusgebieden. En hier in beeld is een voorbeeld van het focusgebied bij Aalten. Een van de in de Achterhoek eerste gebieden waar men fanatiek is gaan inzetten op het behouden van de patrijs in de Achterhoek. Dat wordt ook fanatiek gemonitord door vrijwilligers. En ons streven is om binnen zo'n gebied een optimaal leefgebied te krijgen. Zodat daar in ieder geval een basis in stand kan worden gehouden qua patrijzen. Dus een goede groen blauwe dooradering door ANLB. We zijn nog aan het kijken hoe we ook bestaande landschapselementen, wat voor functie die hebben, die niet onder het ANLB vallen, maar wel zeker een functie hebben. Maar door het te beperken tot zo'n gebied, moet je mensen teleurstellen die er buiten vallen. Dat is wel jammer. Ook die mensen zijn vaak enthousiast. Maar je kan je geld wel veel gerichter inzetten. En ook de mensen in zo'n gebied aanspreken en motiveren om mee te gaan doen. Ze worden benaderd door buren, ze zien ook eens een keer een patrijs. Dus het gaat ook leven in zo'n gebied. We hebben dit voorjaar bij alle mensen in een focusgebied ook een folder in de bus gedaan. Dus iedereen die daar woont, die weet ook dat hij een nieuwe buur of een buurman heeft die de patrijs is. Om zo ook die bewustwording wat te vergroten. En te vragen of mensen willen melden als ze wat zien. En dat gebeurt. Maar dan krijg je heel veel vragen van lastige burgers waar je niks mee kunt? Of komt er ook echt wat uit? Nee, leuke dingen. Van ik heb daar een patrijs gezien. Of ik heb daar 3 patrijzen gezien. Dus mensen gaan ook anders naar hun eigen woonomgeving kijken. En dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja. En als dit een succes is, dan moeten we kijken van worden de gebieden groter? Moeten we het uitbreiden? Maar ook als ergens iets niet werkt, dat zijn nog wel doorontwikkelpuntjes. Oké, leuk. Zullen we een andere pakken? Ja, de samenwerking. Ja, daar had je het straks al over. Die bosranden en die TBO's. Wat wij heel veel zien is dat veel bosranden die eindigen nogal verticaal. En dan begint in het veld gewoon weer. Dus de overgang is heel scherp. En qua waarde voor het bos, de wind waait er vaak dwars doorheen. Er is weinig luwte in zo'n bos. Maar ook de randen die ernaast liggen, die krijgen heel veel schaduwwerking. Maar ook veel vocht wordt eruit onttrokken. Daar is winst te halen.
Dus we zijn recent bij een landgoed geweest om te kijken wat er kan. En daar vraagt wat samenwerking voor. Er is wat samenwerking voor nodig. De provincie moet ook wat doen. Bossen zijn vaak begrensd in het natuurbeheerplan. En ja, om daar hakkenhoutbeheer van te maken, wat dan veel wenselijker is, want dan krijg je veel meer die struwelen. Er is nogal een dingetje, want dan moet de provincie allemaal kleine randjes gaan intekenen. En toch gaan ze het doen. De vergoeding is hoger. Daardoor kan de eigenaar er beter mee uit de voeten. Maar de randen, die krijgen ook veel meer zonlicht. Onze kruidenrijke akkerranden, onze weideranden. Dus ja, de kwaliteit, verwachten wij, gaat daar omhoog. Daarbij, die struweelvormers zijn vaak waardplanten. Dus in totaal kan je een veel beter leefgebied voor met name ook insecten, maar ook vogels die daar weer hun nut uit halen, veel beter bieden. Ja, mooi dat het lukt. Wij hebben dat ook geprobeerd, maar we zijn toch wel behoorlijk een beetje soms tegen de muur gelopen, omdat wij hebben dan het verhaal van laat die boer nou op de akker wat doen met een beetje struweel en een mooie akkerrand, en de bosbeheerder die kapt de bosrand wat, zodat je daar een mooie mantelzomervegetatie en overgang krijgt. In de praktijk is dat erg lastig. Met particuliere landgoederen komen we redelijk in gesprek, maar zeker met natuurorganisaties komen we er eigenlijk niet veel verder mee. Nee, ja, we zijn nou ook gestart inderdaad met die particuliere grondeigenaren die en een bosje hebben en randen. Omdat ze dan zelf het totale, of de totale kwaliteit zien. Ja. Dus ja, daar zit hem wel in. Ik kan me helemaal voorstellen, als je twee verschillende eigenaren hebt, dat dat toch wat ingewikkelder wordt. Want ja, je moet bij elkaar over de grond. Terwijl je elkaar heel mooi kunt versterken en allebei aan hetzelfde doel werkt. Maar... Ja, dat is zeker zo. Ja. En vooral op de zuidzijde en de oostzijde gaan we dat nou toepassen, op die randen. We hebben een gebied waar vooral naaldhout in staat. En een Amerikaanse eik bijvoorbeeld. Nou, dat is ook nog wel een dingetje. Want ja, die komt natuurlijk eeuwig en altijd terug. Dus dat zijn nog wel van die dingetjes. Daar moeten we met de provincie nog even over doorpraten. Van hoe krijg je nou dat soort soorten ook een beetje teruggedrukt in zo'n bos. En, ja. Nou, mooi dat dat op gang komt in ieder geval. Ja. Ik zie, geloof ik, dat Wouter intussen een vraag heeft. Oh. Er is een vraag binnengekomen over... Dat jullie best wel veel struweel en passages hebben in de Achterhoek en ook in Utrecht-Oost. Hoe zit dat met de predatoren? Hebben jullie daarvoor last van? We hebben bij ons kleine weidevogelgebied hebben we daar wel maatregelen voor genomen. Dat komt later ook nog terug in de presentatie. In de andere gebieden doen we er eigenlijk op dit moment niet zo heel veel mee. We hebben wel contact met de jagersgroepen en ook de patrijzengroepen. Daar zitten vaak wel veel jagers bij. En ik weet dat in bepaalde gebieden, met heel veel bosgebied, dat daar de jagers ook bewust op de vos gaan zitten. Maar als Vala zelf hebben we zeg maar op struwelen en bossages niet... predatiebeheer of zo lopen. Ja, wij doen er wel wat mee, maar dan niet zozeer in die dooradering, dus in die kleinschalige cultuurlandschappen. Nee. Maar bij Veluwe hebben we ook een aantal grote weidevogelgebieden, echt kerngebieden, en ik heb op het eind nog een plaatje daarvan, dus dan zal ik nog wat meer vertellen over dat predatiebeheer. Maar zeker een belangrijk punt. En daar geldt eigenlijk het omgekeerde, dus in die dooradering willen we graag struweel aanleggen en worden bosjes en kleine landschapselementen aangeplant in die open weidevogelgebieden, daar halen we ze juist weg. Hebben we zelfs subsidie om bomen te kappen, bomen weg te halen, struweel kort te houden, om het echt zo open mogelijk te houden en predatie daarmee ook zoveel mogelijk te voorkomen. Dus, ik hoop dat dit voldoende antwoord is. Ja, en anders komt de volgende wel weer. Ja. Stel vooral vragen via de chat, hè, want dat maakt het ook leuk, denk ik, als we wat interactie hebben met de mensen die meeluisteren. Ja. Iets heel anders. Dit is een knotboom, een flinke. Die wordt geknot door onze vrijwilliger Rebetteke met de hand. Straks komt nog iemand met de kettingzaag die dat verder gaat afkorten. Dat is trouwens wel grappig om ook te vermelden. Wij maakten ons nogal wat zorgen deze winter over het aantal snoeimeldingen, omdat vrijwel al het vrijwilligerswerk door corona stil ligt. En we dachten van, we gaan vast die snoeimeldingen dit jaar niet halen.
Maar gelukkig is er toch behoorlijk wat gezaagd en zijn veel groepen toch op een lager pitje. En veel boeren zelf ook aan de slag gegaan. En zitten wij inmiddels op alle leefgebieden wel aan het vereiste percentage wat deze week of volgende week kan het ook nog gemeld moet worden. Dus dat is wel weer een geruststelling. Ja. Ik vind dit wel een grappige. We hebben voor knotbomen heel veel verschillende pakketten. Utrecht Oost is sowieso een collectief met heel veel knotbomen in beheer, heel veel bomenrijen. Daar zijn eigenlijk in het systeem, zoals we dat kennen, twee soorten vergoedingen voor. Voor één keer in de 6 jaar knotten, maar er is ook een pakket voor 2 keer in de 6 jaar knotten. We hebben eigenlijk meteen al in het begin gezegd van dat 2 keer knotten in 6 jaar, dat vinden we te duur. Het is ecologisch eigenlijk ook niet interessant genoeg, die meerwaarde, om 2 keer in de 6 jaar te zagen. Dus we hebben de eerste 4 jaar dat pakket niet toegepast. We hebben alleen maar gewoon het standaardpakket 1 keer zagen met de vergoeding daarbij, omdat we dat voldoende vonden. Gaandeweg zijn we gaan nadenken van we willen eigenlijk dat knotbomenbeheer versterken en niet alleen een rijtje bomen als een toch wat solitair element in het landschap hebben, maar dat ecologisch proberen te versterken. Wat we toen hebben gedaan is dat we een achterdeurpakket hebben gemaakt op maatwerk, waarbij we afspreken dat we wel die vergoeding voor 2 keer knotten beschikbaar stellen. Dus dan krijgt de eigenaar van die landschapselementen een hogere vergoeding. Maar daarin is wel gekoppeld dat hij gefaseerd moet gaan snoeien. Dus niet de hele rij wordt in 1 keer afgezet. Maar om de 3 bomen wordt steeds gezaagd en dat ieder jaar weer. Dus ieder jaar wordt er gezaagd en het element blijft eigenlijk in dezelfde vorm in stand. Plus dat dan de verplichting geldt dat langs die knotbomenrij ook een akkerrand moet liggen. Of een struweelrand of een botanische graslandrand. Maar in ieder geval met randenbeheer wordt dat element nog verder versterkt. En dat vinden we een mooie combinatie en ook een mooi voorbeeld hoe je door pakketten wat slim te combineren ook het beheer en vooral de ecologische kwaliteit kunt versterken. En mensen zijn dat natuurlijk niet gewend, hè? Om en om een boom knotten. Qua beeld is het ook heel anders. Ja, Krijg je daar reacties op? Oh ja, dat is veel stof voor discussie. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Het is niet zo dat het meteen storm loopt, dat mensen dat ook massaal gaan doen. Dat verwachten wij ook niet en dat zou in ons budget ook niet eens passen als meteen iedereen al zijn knotbomenrijen zou willen omzetten naar het nieuwe pakket. Maar zo hier en daar wordt er wel mee begonnen. En wat wij eigenlijk het belangrijkste nog vinden is dat je landschapselementen elkaar laat versterken. Dus dat we bijvoorbeeld een randje struweel of een akkerrandje langs die landschapselementen krijgen. Ja. Want daarmee krijg je in het landschap gewoon veel meer waarde. Ja, maar het is wel een mooi voorbeeld hoe je zo'n rij gewoon elk jaar een functie kan laten hebben voor vogels, voor vleermuizen, steenuilen. Ik bedoel, hij blijft veel meer intact. Hij blijft intact. En dat is trouwens ook een voorwaarde. Want je moet ook de rij dichtplanten als de gaten in zitten. We zien nog wel eens knotbomenrijen waar gewoon 40, 50 meter niks staat omdat er een gat in is gevallen. Dan zeggen we wel, als je dat pakket wil, dan moet je ook dat dichtplanten. Dus dan moet het wel weer een aaneengesloten rij gaan worden. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld hoor. Hij zit bij mij in mijn achterhoofd voor de nieuwe periode. Nemen, dus. We hebben nog wat andere voorbeelden. Wat we buiten de ANLB doen. Die is van jou. Je hebt net al wat verteld over die botanische graslanden. Dus dat lijkt wel een beetje, denk ik, op de manier zoals wij dat ook doen. Wij werken in ons botanisch graslandbeheer. We hebben redelijk veel botanisch hooiland. Altijd met een ecologische beoordeling. Dus alle pakketten botanisch grasland, die krijgen in eerste instantie een jaarcontract als het een nieuw pakket is. In het eerste beheerjaar gaat de ecoloog het veld in om die percelen te bekijken. En de ecoloog geeft dan een kwaliteitsoordeel van, is het gewoon superbeheer en ga zo door. Mm-hmm. Dan verlengen we dat contract voor een normale periode. Het kan ook zijn dat de ecoloog zegt van, dit heeft weinig ecologische waarde en ook weinig kans om dat in de toekomst te krijgen. Dan stoppen we na 1 jaar met zo'n pakket. En er is een tussencategorie waarbij de potentie er wel is, maar er nog een stuk ontwikkeling in moet plaatsvinden. En daar maken we dan maatwerkafspraken voor. Soms betekent dat we in de inrichting wat doen, de waterhuishouding aanpassen. Of wat jullie doen met dat struweel, met de randen struweel tussen zo'n perceel aanplanten. Dat kan. Het kan ook zijn dat er ander beheer wordt gevoerd. Dat er bijvoorbeeld niet pas in juni gemaaid wordt, maar dat we zeggen, ga maar vroeger in het jaar maaien om extra af te voeren en extra te verschralen. Dus dat wordt echt een stukje maatwerk dan wat we toepassen. Oké. Ja, en aanvullend hierop, als je de volgende pakt.
wat wij afgelopen jaar bij een aantal percelen hebben kunnen doen, en dat is gewoon een apart project geweest, is echt wat verregaander onderzoek naar, hey, wat staat er nou in zo'n veld? Waarom blijft het bijvoorbeeld hangen in een witbolfase? Mm-hmm. Dus daar is ook gekeken van, hoe ziet de bodem eruit? Wat is de pH van de bodem? Welke nutriënten zitten erin? Maar ook, hoe zit het bodemleven eruit? En nou, bij ons was wel de conclusie, af en toe een keer een beperkte hoeveelheid ruige stalmest toepassen, kan wel eens heel belangrijk worden. En ook het toevoegen van mineralen. Dat kan nog wel eens heel veel helpen om gewoon de kwaliteit van het botanische beheer echt vooruit te helpen. Waar dat natuurlijk ergens in het achterhoofd altijd, oh, dat moet je vooral niet doen. Het is verschalen afvoeren. Maar ja, dat kan misschien ook wat te ver gaan dan weer. Dus, grappig is wel, wij doen dat ook. En wat dan soms gebeurt is dat je meteen één boer krijgt toestemming om ruige mest aan te wenden. En de hele buurt hangt aan de telefoon. Ja, het is bij mij ook wel tijd om eens even met elkaar erover te gaan. Dat klopt. Ja. En de herintroductie van soorten, maïsel, elders toepassen, doen jullie dat ook? Of? Ja, passen we wel toe. Niet heel veel, maar we hebben wel 2 jaar geleden landgoed De Treek, dat ligt op de flank van de Utrechtse Heuvelrug, met hele mooie kruidrijke graslanden. Daar hebben we maïsel van verzameld en op een aantal AMLB-percelen in de omgeving daar uitgereden. Ja. Het is niet zo dat je dan meteen een fantastisch effect ziet, maar we hopen toch wel dat dat op de termijn wel ook wel wat gaat werken. Ja. Ja, ik hoorde van de week een mooi verhaal dat een naburig landgoed van een van onze deelnemers, die vroeg of hij niet zijn maïsel bij die buurman mocht neerleggen in het AMLB, omdat het bij de buurman wat natter is en de overlevingskans van de soorten die erin zitten groter zijn. Dus, dat is ook mooi. Als mensen meedenken op die manier. Ja, daarom. Nou, en het mooie is, er ontstaat contact tussen mensen onderling die misschien denken van, ja, dat is mijn buurman, die moddert een beetje aan. Dat ze toch wel eigenlijk met dezelfde pet op bezig zijn. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. We hadden er nog meer. Iets met een natuurvriendelijke oever. Zal ik eens verder klikken? Ja. Oh ja, ja. Nou, deze foto is een voorbeeld. Dit is een botanisch hooilandperceel. Midden op de Veluwe. Daar ga je eens enclave bij Uddel. Daar liggen mooie percelen. Alleen hier zei die ecoloog nou van, ja, wil je hiermee doorgaan, dan moet die kwaliteit wel omhoog. Dan moeten we wat gaan doen. Door het perceel lagen een paar van dit soort strakke, rechte greppels. En daar hebben we vervolgens afspraken over gemaakt met de boer. In eerste instantie wilde hij trouwens niet. Hij zei van, ik ga niet lopen rommelen aan mijn percelen, dus we gaan lekker zo door. Consequentie was wel voor hem dat hij vervolgens een pakket kreeg met een vergoeding van €500 per hectare. Dus niet de normale botanische hooilandvergoeding. Dat heeft hij 2 jaar gedaan, maar toen kwam hij toch van, nou, ik denk dat we toch maar zo moeten doen. En daar is vervolgens een inrichting gebeurd. En daarna is hij wel weer ook in zijn pakket omhoog gegaan. Dit is uitgevoerd. Die greppel is omgevormd. Die is ondieper gemaakt. Dus de bodem is 30 centimeter omhoog gehaald, zodat hij minder draineert. En de oever is afgegraven tot een natuurvriendelijke oever. Je ziet hier dat hij net gefreesd is, dus hij moet nog afgegraven worden. En dan zou je nu een link in moeten zitten om een filmpje te laten zien. Maar ik kijk even naar de techniek. Misschien is dit het moment om even een korte pauze in te lassen, zodat wij een filmpje kunnen gaan instarten. Dan heb ik nog één vraag voor jou, Hans, van het publiek. Ja. Er is iemand die zich afvraagt, in die organisatie kost in die tabel, die jij liet zien, dat gaat dat die best wel fluctueert. 2018 was lager dan in 2019, waar kan het aan liggen? Ja, dat heeft met een paar dingen te maken. In het begin waren onze organisatiekosten hoog. Het eerste jaar haalden we die norm ook eigenlijk niet. We hebben zelfs nog iets extra's erbij gekregen om de aanloop zeg maar te compenseren. We zijn er scherp op gaan zitten, want ons bestuur zat ons ook echt achter de zorg dat die kosten laag blijven en efficiënt blijven werken. En misschien dat we daar ook wel iets in doorgeschoten zijn, omdat we het ook kwaliteit willen. En we hebben eigenlijk toen minder gedaan aan bijvoorbeeld externe ecologen inhuren, kwaliteitsverbetering van beheer, daar ook veel tijd in steken. En daar zitten we nu wel weer wat mee in de lift. Dus feitelijk gaan we nu wel toch wat meer kosten maken, maar dan niet voor het hele administratieve proces, maar meer om te investeren in betere kwaliteit. En dat betekent dat we ecologen of anderen inhuren of gewoon kosten maken.
die onder de organisatiekosten vallen. Dus vandaar dat het ja, een beetje kan op en neer gaan. Ja? Dan gaan we even pauze. Oké, ik geloof dat we er weer zijn. Het was even puzzelen met de techniek, maar ik zou een kort filmpje laten zien van het graven van een natuurvriendelijk oever op dat perceel Botanisch Hooiland waar we het net over hadden. En als ik hem nu op starten klik, dan gaat hij waarschijnlijk even draaien. Het is maar kort hoor. Je ziet hier dus die greppel die net op de foto stond, die hier verder afgeplacht wordt. De bodem wordt ondieper gemaakt, dus de bodem van de greppel wordt met zand opgevuld. En de rest van de bouwvoer wordt afgevoerd. Komt daar nou nog een ander pakket op te liggen op die greppel? We hebben daar natuurvriendelijk oever op gelegd, ja. Dus de strookjes langs die greppel, 3 meter, is het pakket natuurvriendelijk oever geworden. En dat kwam voor de deelnemer ook nog voordelig uit? Of, Nou, nauwelijks. Het maakt in vergoeding weinig uit. We hebben het wel gedaan omdat we vooral het beheer ook goed willen afspreken van die oever. En het niet altijd mee laten maaien met de rest van het perceel, maar wat gefaseerd gaan maaien. En doordat er een apart pakket is voor die oever, kunnen we daarmee wat meer variatie aanbrengen. Maar dus niet de trigger geweest om hem over te halen? Nee, de trigger was dat hij van die €500 naar een normale pakketvergoeding kon gaan. En dat, maar ook wel zijn enthousiasme, want het is wel een boer die wel ook nadenkt en natuurwaarde hoog in het vaandel heeft. Maar zo'n grond ook wel, hè. En kom je bij een boer aan zijn grond, dan is dat ook altijd wel een dingetje. Ja. Dus dat is toch iets wat soms even tijd kost. Wordt deze oever nog ingezaaid met een grasmengsel of een kruidenrijk mengsel? Ja, er komt de vraag of deze oever nog ingezaaid wordt met een mengsel. Dat doen wij niet. Eigenlijk doen we dat nooit bij het afgraven van natuurvriendelijke oevers. Zeker niet op dit soort botanische percelen. Dus we gaan ervan uit dat de natuurlijke vegetatie spontaan tot ontwikkeling komt. En dat laten we hier ook gebeuren. Wat wel belangrijk is dat we tot de schrale ondergrond afgraven. En dat we ook die bodem van de greppel niet opvullen met de graszoden die je van het perceel afhaalt. Maar dat je daar echt ook zand uit de ondergrond voor gebruikt om die bodem van die greppel weer dicht te maken. Want anders wordt dat natuurlijk meteen een plek waar gras en onkruid en van alles gaat groeien. En dit ontwikkelt zich leuk. Dus we zijn er wel blij mee met dit soort projecten. Ik ga terug naar mijn PowerPoint, hoop ik. Oh nee, wacht, die stond hier nog. Dit hoeft niet. Wat doet hij nu dan? Waar hoe zat hij dan? Hij zat erachter. We moeten even wat zoeken met de techniek. Dan weet ik niet hoe ik hem stop krijg. Misschien moet ik de techniek er even bij hebben zo. Doe jij het maar even, Wouter. Kijken we hem nog een keer af. Ja, dan doen we. Het waren 2 greppels, dus dit is de volgende. Die komt nu. Een schip touchscreen, denk ik. Ja. Ja? Dus dan moet ik hem weer groot maken. Ja, kijk, daar hebben we een beeld. Nou, en dit is dan, het graafwerk is net getoond. Dit is het eindresultaat. Dus hier zie je dat die greppel is afgeplacht. Natuurvriendelijke oevers zijn ontstaan. En in het natuurbeheer proberen we altijd om niet strak en net en rechtjes te werken. Strak, net en rechtjes te werken. Recht te werken, zoals loonwerkers dat vaak willen. Maar variatie aan te brengen. Dus op een paar plekken in die greppel is een diepere uitgraving gemaakt. Zodat een soort natuurlijke poel ontstaat. Niet echt een poel, maar wel een plek die gewoon veel langer water vasthoudt. En daarmee krijg je meteen weer wat extra variatie in zo'n perceel. Dus dit is een manier om een vrij eentonig perceel botanisch grasland van een hectare of 3-4 toch wat natuurlijke variatie te geven. En dat kan zich verder gaan ontwikkelen zo. En hoe is dit nou bekostigd? Want ik neem aan dat je dat graven, ja, dan gaat die boer niet zomaar betalen. Nee, hebben wij als collectief betaald. En op zich heeft de provincie regelingen hiervoor. Dus we zouden daar een subsidie voor kunnen aanvragen.
Dit gaat vaak niet om van die hele grote projecten. En aangezien wij toch in onze reserve wat bufferruimte hebben, hebben we in dit geval het vanuit onze eigen reserve gedaan. Maar dat kan natuurlijk vrij beperkt. Als we dit grootschaliger gaan doen, dan zullen we daar toch op een andere manier financiering voor moeten zoeken. En bij gemeenten, is daar nog animo voor om hier aan bij te dragen? Of, Niet bij te dragen, maar ze zijn wel heel meedenkend en soepel geweest in de vergunningverlening. Oh, okay. Want er was nog wel sprake van dat hier misschien zelfs nog archeologisch onderzoek gedaan zou moeten worden. Maar ze gingen ermee akkoord dat een archeoloog er even bij kwam staan tijdens het graven. Okay. En als hij niks bijzonders zag, was het oké. En bij dat soort dingen is het ook wel belangrijk om een goede relatie ook met gemeentes te hebben. Dat je niet een hele formele ambtenaar ernaast hebt staan die meteen alles weer stillegt. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. En omgevingsvergunningen en dat soort... Nee, er was geen omgevingsvergunning nodig. Een watervergunning was nog even sprake van, maar dit is een zeewatergang. En bij Waterschap Vallei en Veluwe zijn die zeewatergangen vrijgesteld als je daar natuurvriendelijke oevers wil aanleggen. Okay. Dus nee, we konden hier redelijk slagvaardig mee aan de gang. Ja. En er is een vraag, zie ik, bij Wouter. Ja, een van de kijkers heeft moeite met de term natuurvriendelijke oever in dit geval. Omdat ze vaak langs sloten liggen, natuurvriendelijke oevers, en dat dit geen sloten meer is. De vraag is, een kijker zegt, dus ik heb moeite met natuurvriendelijke oever, dit is geen sloot meer. Zo kun je het inderdaad zien. Het is wel een greppel die eigenlijk behoorlijk waterhoudend is. Op het moment dat hij hier gegraven is, dat was in de zeer droge zomer, midden in de zomer, dat ik deze foto maakte. En zelfs toen hield die verdieping nog wel wat water. Maar het is niet echt een watervoerende sloot. Het is zeg maar een greppel die wel dat natuurlijke taluut heeft gekregen. En die 's winters wel behoorlijk vol water staat. En dan ook echt wel die natuurvriendelijke oever heeft. Maar in de zomer, als grondwaterstanden dalen, zeker op de Veluwe, dan valt hij wel droog. Dus in die zin, een natuurvriendelijke oever zoals we die bijvoorbeeld in de weidevogelgebieden of in de Veenweidepolders hebben, zo'n soort oever is het inderdaad niet. Daar ben ik het direct mee eens. En dan aansluitend daarop, die natuurvriendelijke oever die telt niet meer mee in de oppervlakte van de mestplaatsing. Hebben jullie dat financieel gecompenseerd? Nee, dat zit eigenlijk in de deal. Dus er is nu een zwaarder pakket mogelijk waarmee de boer een hogere vergoeding krijgt. Oh, ik vergeet trouwens de vraag te herhalen. De vraag was, hebben wij een compensatie gegeven omdat die natuurvriendelijke oever op termijn waarschijnlijk buiten de mestplaatsingsruimte zal vallen? Dat hebben we dus niet. Dat is wel de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf om daar mee om te gaan. Het is wel zo dat in de provincie Gelderland nu een nieuwe regeling in voorbereiding is om dat wel te kunnen bieden voor aanleg van landschapselementen. Dus daar zit wel iets in de pijplijn, wat op vrij kleine schaal en ja, ik denk ook nog wat experimenteel, maar wat wel tot de mogelijkheden gaat behoren. En uiteindelijk denk ik ook wel dat dat terecht is, omdat uiteindelijk verlies je toch gewoon productieve landbouwgrond. En als je het goed wil doen, doe je ook bij natuurontwikkeling, moet je daar toch iets van compensatie voor bieden. Ja? Ja. Dan klik ik door. Oh jee, ik kon weer een filmpje. Gaan we weer. Ik zal even kijken wat hij doet. Hij doet het zowaar. Even kijken of hij gaat draaien. Waarom speelt hij nou niet? Nee. Check. Ik laat hem even draaien. De boer slingert lekker door zijn land. Oké, dan komt hij weer terug. Dit heeft ook te maken met botanisch hooilandbeheer. Het is een beetje gebaseerd op wat in het natuurbeheer wel het sinusbeheer wordt genoemd. Gevarieerd maaien van botanische graslanden. We hebben daar een beetje een A-B variant op gemaakt en wij noemen dat vlinderstroken.
vinden we wat meer aanspreken op de boer dan sinaasmaaien. En wat we doen is dat een boer die een pakket botanisch hooiland heeft, die kan een pakket bij ons afsluiten. Dan krijgt hij een paar honderd euro extra om een zogenaamde vlinderstrook uit te maaien. En dat is een slingerende strook langs de rand van het perceel. Dus soms raakt die strook de rand, soms ligt die wat verder naar het midden. Het is een beetje slingerend, zodat je meer variatie in dat perceel gaat krijgen. En die strook die wordt in mei, zeg maar half mei, wordt die gemaaid. Normale hooilandbeheer is 15 juni, botanisch hooiland maaien. Die strook wordt dus een maand eerder gemaaid. En als je dan later in het seizoen kijkt hoe dat eruit ziet, deze foto is van tweede helft juni. Dan zie je rechts het perceel zelf, wat op dat moment net gemaaid is. Normaal gesproken zou het hele perceel gemaaid zijn rond die tijd, half juni. De vlinderstrook die zie je hier als lichtgroen gras, wat 15 mei al gemaaid is. En aan de buitenkant staat nog lang gras, dat wordt helemaal niet gemaaid. De gedachte hiervan is dat we veel variatie krijgen in graslandbeheer. Dus meer variatie ook in bloeiende kruiden en grassen. En daarmee een betere omgeving voor met name vlinders, bijen, insecten en andere soorten die daar in dat grasland voorkomen. En dit perceel valt niet onder ANLB of heeft een plus? Op de heeft een plus. Dus het is gewoon een ANLB pakket. Dus okay. Hier zit gewoon een pakket botanisch hooiland op. De boer krijgt een paar honderd euro extra voor zijn bewerkingskosten om die vlinderstrook te maaien, plus omdat hij langs de randen nog een strookje gras laat staan die het hele jaar niet gemaaid wordt. Dus die blijft overstaan tot het volgende jaar. En als je nou controle krijgt van de NVWA, die snappen dit? Dat weet ik niet. ik heb wel eens vaker die discussies, maar dat hoeven ze niet te snappen, want wij voldoen gewoon aan de beheervoorschriften. Oké. Nou, misschien dat... formeel zou je alles één keer per jaar moeten maaien en afvoeren, dus voor dat buitenste strookje zouden ze een kanttekening kunnen maken, maar die discussie durf ik wel aan. En anders okay. Keuren ze maar af. Ik vind dat we dit heel goed kunnen uitleggen en echt een stuk toegevoegde waarde in kwaliteit leveren. Dus ja. Ik heb er nog geen opmerking over gehad trouwens. Maar in theorie zou dat inderdaad kunnen. En heb je hier nog iets van een monitoring op zitten? Om te kijken van, hey, wat levert dit nou extra op aan insecten, vlinders? Ja, we hebben dit nu één jaar toegepast. We gaan het nog een jaar doen. We willen nog wat meer ervaring op gaan doen, ook het komende jaar. Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan. We hebben de Vlinderstichting gevraagd om dat te monitoren. Dus okay. Die zijn een aantal percelen met die vlinderstroken langs geweest door het seizoen heen. Plus een aantal referentiepercelen. Ja. Het is lastig omdat het een klein aantal percelen was en nog niet. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Maar wel duidelijk is dat vooral die ruige stroken langs de buitenkant, dat heel goed werkt omdat je daar veel meer variatie aan insecten hebt en ook aan vlinders. De meerwaarde van die strook vroeg maaien, dat moeten we nog over nadenken. Okay. Dat zijn wel behoorlijke bewerkingskosten. Je zou misschien ook kunnen zeggen, laat alleen een slingerende strookgras aan de buitenkant staan, zonder dat je die slingerstrook er al vroeg uitmaait. Dus de meerwaarde daarvan moeten we nog bekijken. Ja. Maar het is wel een mooie manier om ervaring op te doen. En ik vind het ook wel een leuk voorbeeld van een beetje experimenteren met beheer, iets extra's vragen en kijken of je daarmee de kwaliteit kunt verbeteren. En gewoon even uit nieuwsgierig, nou het tweede jaar, dat niet maaien, dat ga je in het tweede jaar nog wel een keer doorheen weer? Of, Nee, dat draaien we om. Dus okay. Ik geloof dat ik daar nog een plaatje van heb. Oh ja, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een perceel wat ook dit beheer had. En je ziet dat ongeveer de helft van de perceel heeft een slingerende rand. En de helft van het perceel heeft een rechte rand. En zo spreken we dat met de boer af. Dus hij maait de helft van het perceel een slingerstrook langs de kant. De andere helft maait hij gewoon recht, strak langs het raster. En het volgende jaar draait hij dat om. Okay. Dus je laat het gras één winter overstaan, maar het volgende jaar wordt het dan wel gemaaid. Want anders zou het gaan verruigen. Ja, dan komen we in de Vala-pakketten met struweel terecht. En dat gaat dan weer net iets te ver. Nou ja, en de discussie van het is geen grasland meer, dus... Ja, daar kom je dan ook in terecht. Ja, nee. Maar als we dit gewoon van jaar tot jaar omdraaien, dan denken we dat het ook prima te doen is. Ja, en je doet het gewoon aan alle zijden, ook de noordzijde en... perceel rond. Ja, meestal bekijk je gewoon praktisch. Je pakt het ene jaar twee kanten en het volgende jaar twee andere kanten. Of nou ja, dit is een wat andersvormig perceel, maar dat wordt gewoon met de boer afgesproken. Okay. Ja, interessant. Ik ben benieuwd wat eruit komt uit het onderzoek. Ja. Nou, en even om te laten zien hoe we dat dan in ons systeem verwerken. Ik denk dat iedereen wel het...
SCAN ICT pakket kent. Dus wij maken voor dit soort pakketten, in dit geval voor vlinderstrook, maken we een achterdeurpakket aan met een vergoeding. En die komt dus eigenlijk gewoon bovenop het ALB pakket te liggen met een extra vergoeding voor de boer die dat uitvoert. Ja. Nou, ben ik benieuwd wat deze doet. Ah, zo te zien wel. Even een korte introductie. Een van onze boeren die meedeed met die vlinderstroken, die was zo enthousiast. Want we hadden hem ook een beetje gek gemaakt. We zeiden van, voordat je gaat grasmaaien moet je eerst een biertje nemen, want dan kun je mooie vlinderstroken maken. Dus hij was heel enthousiast geworden en had daar een filmpje van gemaakt. Met geluid, waarbij hij dus bezig is met die vlinderstroken, maar waarbij ook wat dronebeelden uit de lucht zitten en wel een leuk beeld geven hoe dat eruit ziet. Dus ik zal kijken of hij goed op gaat starten. Dat is niet beschikbaar. Hij wil niet groter, zeker. Nee. Oké. Okay. Nou, je ziet dat ze dus heel enthousiast kunnen worden als ze wat extra's voor natuur kunnen gaan doen. Ja, fantastisch. En die stuurt het gewoon op. Dat heeft het spontaan toegestuurd. Ja, leuk. Ja. Wouter heeft een vraag.
dan heeft de vlinderstruik ook nog waarde voor weidevogelkuikens. Dat in sommige gebieden het laat gemaaide gras erg hoog wordt voor kuikens. Zou dit dan een oplossing kunnen zijn? Ja, maar dat is wel een ander soort van beheer. We noemen dat niet echt vlinderstroken, maar in het weidevogelbeheer passen we eigenlijk hetzelfde principe toe voor kuikenstroken. Waarbij je vooral wil voorkomen dat strokengras te lang of te kort worden voor kuikens. En we doen het op twee manieren. Dus we hebben in het weidevogelbeheer percelen die laat gemaaid worden. In dat geval laten we soms de randen van die percelen al vroeg maaien. Dat is een beetje wat nog weinig wordt toegepast. Het is gebruikelijker om kuikenstroken te laten staan op het moment dat de perceel gemaaid wordt, dat je dan de kuikenstrook langer laat staan. Wij draaien het ook om, waarbij we dus percelen die later gemaaid worden al vroeg een kuikenstrook laten uitmaaien, zodat je later in het seizoen, als de kuikens daar rondlopen en het gras in het perceel zelf heel lang is, dat je toch een gevarieerdere strook hebt. Of wanneer de rest van het perceel gemaaid wordt, dat dan in de kuikenstrook nog weer wat langer gras staat. Dus zo brengen we daar ook variatie in. En we doen dat vooral door een koppeling te maken met de waterdoelen. Dus we doen het vaak in weidevogelgebieden waar ook waterbeheer geldt. Dan sluiten we een bufferstrook af voor de waterdoelen op de randen, waarbij we meteen afspreken dat die rand op een ander moment gemaaid wordt dan de rest van het perceel. Dus dat lijkt wel op die vlinderstrook. Het is een iets ander doel, maar het is wel ook een beetje spelen met hoe je dat beheer gaat invullen. Ja, geen vragen meer verder. Dan een ander voorbeeld. De oeverzwaluw is volgens mij geen AMLB doelsoort, maar we vinden dat wel een hele leuke soort. Wat we sinds een paar jaar doen, is dat we afspraken met boeren die een bult zand op het erf hebben liggen. En dat gebeurt nogal eens als iemand aan het bouwen is en er ligt een hele hoop zand tijdelijk, soms 1, 2, 3, 4 jaar op het erf. Dan vragen we die boer, wil je daar een steile wand aan graven? Het is een uurtje kranen, zoveel werk is dat niet. Het kost ook niet zoveel. En er is toch wel een behoorlijke kans dat dan dat daar oeverzwaluwen in zo'n steile zandwand gaan nestelen. Dit is een voorbeeld daarvan bij een boer die daar 70 nesten oeverzwaluw had zitten. Dus dat kan hele leuke resultaten opleveren. Hoeft niet heel veel te kosten. Het enige wat je zeker moet weten is dat die bult zand in het broedseizoen niet nodig is. Want als die oeverzwaluwen er zitten, zijn ze uiteraard beschermd. Dus je moet wel zeker weten dat je dat zand tot zeg maar september niet nodig hebt. Maar dan kun je voor die periode prima zo'n tijdelijk wandje voor oeverzwaluwen maken. En daar hebben we best leuke resultaten mee om dat op een aantal plekken in ons gebied toe te passen. Het is geen AMLB, het is voor ons een achterdeurpakket. Maar zo kun je met vrij weinig geld toch hele leuke dingen soms bereiken. En daar gaan de coördinatoren actief naar op zoek? Ja, ze hebben dat een beetje tussen de oren. Dus als ze zelf in het gebied iemand zien. Er zijn ook boeren die trouwens zelf bellen hoor. Die zeggen van, nou, dat lijkt me wel leuk, wil ik wel doen. Kan ik zo'n pakketje krijgen? Dus dat gebeurt soms. Maar het is ook vaak wel dat de coördinatoren al rijdend door het gebied een plek zien waarvan ze denken van, hé, hier zou dat passen. En dan vragen ze de boer. En soms doet hij mee en soms ook niet. Ja. Maar het is toch een leuke mogelijkheid. Dit is een voorbeeld ervan, een heel simpel wandje wat is gegraven. Even kijken of die nu meteen opstaat. Want hoe hoog is zo'n wand? Is deze? Dit is een meter of twee, denk ik. Ja. Het hoeft niet heel hoog te zijn. Eigenlijk een meter of drie is mooier. En als die boven water ligt, dan mag die zelfs nog minder hoog zijn. Okay. Het moet vrij zijn van ongedierte. Dus een rat of een marter, die mag niet makkelijk in die gaten kunnen komen. Nee. Dus als je een stukje steilwand hebt, dan... Je ziet ze vliegen hier ook, dan levert dat hele leuke resultaten op soms. Ja. Ja. Oké, dan kijken of deze wil stoppen. Ja. En dan moet ik die weer. Dan mag ik nog weer door, denk ik, met deze. Ja. Ja, dit is trouwens wel een AMLB-pakket, geloof ik, Kevenbanken. Ik weet niet of jullie dat op de plaats hebben. Ja, wij hebben hem sinds vorig jaar ook erin zitten. Ja. Maar nou, de eerste vragen zijn ernaar. Maar het is nog niet een doorslaand succes. Nee. Maar dat is misschien ook gewenning. Wij zijn er ook mee aan het experimenteren. De foto die je hier ziet, dat was trouwens ook een hele uitbundige loonwerker. Die heel ambitieus aan de gang ging met de Kevenbanken maken. Dat kon er niet hoog genoeg worden.
Wij zijn daar nog mee aan het experimenteren. Ja. Het is heel leuk. We richten vooral een beetje op gebieden die kansrijk zijn voor bedrijven. Ja. Dit is vorig jaar niet echt goed gelukt omdat we heel veel onkruiddruk hadden. En de ingezaaide mengsels eigenlijk weinig tot hun recht kwamen en er heel veel melden stond en ander onkruid. Maar we gaan er wel mee door om dit verder toch beter in de vingers te krijgen. Ja. Ja, en dit is zo'n voorbeeld wat bij ons alleen in zo'n focusgebied voor patrijzen toepasbaar is, omdat die heel duidelijk gekoppeld is aan die patrijs. Nou, en daar hebben we nou de eerste twee vragen van, goh, hoe zit dat dan en wat moet ik daarvoor doen en kan ik dat dan het jaar erop weer verleggen? En de hele praktische vragen. Dus dat vraagt aan onze kant ook nog wel even wat nadenken van, wat vinden we daar dan van? En, moet je een paar keer over aan het werk? Ja, dat is ook weer niet zo bevorderlijk. Dus het liefst leg je hem één keer goed aan. Ja. Dus, nou, en ik vind het voordeel wel als we dit gewoon via een maatwerkafspraak eigenlijk via de achterdeur doen. Via een regionaal pakket, dan kun je ook makkelijk een beetje spelen en bijsturen als dat nodig is, dan wanneer je dat meteen heel formeel moet verantwoorden. Ja. Juist met die extra's wil je graag een beetje experimenteren en kijken, hoe gaat dat ook? Want ook dit is weer aangelegd bij jullie met, zeg maar, het reservepotje. Ja. Dit soort dingen halen we uit de marge die we in beheer hebben. Ja. En hier doen we er natuurlijk al geen tientallen van. Dat proberen we op een paar locaties uit. Ja. Een ander voorbeeld wat we eigenlijk ook niet kunnen doen in het ANLB-beheer. We hebben in Utrecht-Oost zijn geen kerngebieden voor weidevogels. Maar we hebben wel een hele mooie kievietpopulatie. En binnen droge doorandering is kieviet een doelsoort. Dus we hebben toch wel plekken waar echt bolwerken van kieviet zitten. Waar wij proberen om het beheer voor die kieviet te versterken. En dat is vooral beheer met uitgestelde bewerking op maisland. Maar hier en daar willen we ook graag met plasdras wel wat experimenteren en kijken of je daarmee zo'n gebiedje nog kunt versterken. Dat kan niet via ANLB. Het pakket plasdras kan niet in de dooradering. Toch hebben we er een stel aangelegd en dat doen we dan ook via de achterdeur, via een afspraak die we zelf maken. Dit is ook een extra pakket, vernietigen van gewas. Dat geldt ook een beetje voor die kievietpercelen. We zien de laatste jaren dat de vanggewassen die ingezaaid worden, die vaak in het voorjaar zo uitbundig gegroeid zijn, dat er echt een gewas rogge of Italiaans raargewas op staat waar je u tegen zegt en waar geen kieviet meer doorkomt. Dus dan gaan die percelen eigenlijk verloren voor het kievietbeheer. In die gevallen geven wij de boer een extra vergoeding om vroeg in het seizoen, dus deze tijd zeg maar, het vanggewas ook echt grondig te vernietigen. Mm-hmm. En dat is niet voldoende om er één keer een cultivator doorheen te trekken. Je moet hem echt goed zwart maken dan. Maar daarmee maak je die percelen wel weer aantrekkelijk voor kievieten. Dus daar hebben we ook een maatwerkpakket voor om dat toe te passen. In het begin kwam er al een vraag over predatiebeheer. De weidevogelgebieden die we hebben, en bij Collectief Veluwe is dat vooral de Arkemeense polder bij Nijkerk. Het gebied de Randmeerkust en de IJsseluiterwaarden. Dat zijn waardevolle gebieden, maar waar het weidevogelbeheer net als overal in Nederland kwetsbaar is. Waar we heel veel doen om kwaliteit te verbeteren met allerlei investeringen, met plasdrassen, met kruidrijk grasland, noem maar op. Maar wij vinden dat ook predatiebeheer daar heel nadrukkelijk bij hoort, dus dat we daar ook iets aan moeten doen. Doen we samen met de wildbeheereenheden. Daar hebben we ooit eens geprobeerd via de regeling niet productieve investeringen om daar het budget voor aan te vragen, maar dat kon niet. We doen dit wel vanuit onze eigen reserve. Dus dat betekent dat we vossen kooien, dat we ook de wildbeheerenheden uitrusten met wildcamera's, met nachtkijkers. Dus met vooral samenwerkingsafspraken om te zorgen dat we vooral vos en kraai toch zo goed mogelijk onder de duim houden in onze weidevogelgebieden. Ja, en dat is eigenlijk ook een stukje maatwerk wat we vanuit onze eigen reserve in kunnen vullen. Ja, ja, en een, denk ook een stukje advies in de ontheffingsaanvraag. Want dat hebben ze weer nodig voor zo'n kraaienvangkooi onder andere. Ja. En er zijn nogal wat discussies over geweest, ook bij ons in het gebied. Daar hebben we er ook een aantal. Maar ook discussies met vogel... De vogelwerkgroepen in zo'n gebied die zeggen van, ja, hoe kan dat nou? Je gaat toch geen kraaien vangen? Dus daar heb je ook nog weer een stukje uitleg richting die groepen nodig. Ja. Maar ook inderdaad de onderbouwing van, waarom doe je dit nou? Want je hebt dan een ontheffing nodig.
Ja. Zeker bij die vangkooien. Ja. Dus, we hebben nu een ontheffing voor 3 jaar. Dus we hebben nu 1 jaar de kooien gebruikt. We kunnen nog 2 jaar met die ontheffing door en dan zal er wel weer een evaluatie plaatsvinden. Maar we vinden wel dat we ook dit serieus moeten oppakken en dat het ook wel uit te leggen is. Op het moment dat je dat verhaal goed kunt uitleggen, dan is er ook wel begrip voor. Ja. Ja, en dan zit je toch weer op samenwerking om samen die biodiversiteit te vergroten. Ja. Alhoewel een vos en een kraai natuurlijk ook onderdeel zijn van de biodiversiteit. Nou, we hebben ook een werkgroep uilen en zwaluwen. Daar heb je altijd de discussie van, dan komt er een steenuil op mijn erf en die vreet de zwaluwen op. Ja, zo werkt dat ook met elkaar. Je wilt ze allebei beschermen, maar soms gaat het een toch weer even ten koste van het ander. Ja, ja, zo werkt dat. Ja. Ja. Dus, er is een vraag. Ja, is er een vergunning voor de kraaikooien en zo ja, hoe onderbouw je dat? Ja, er is een vergunning, er is een ontheffing voor, dus niet echt een vergunning. En als je die ontheffing hebt, dan kun je daar dus een vergunning voor aanvragen. Dat doen de wildbeheereenheden. En in de provincie Gelderland is er een samenwerking ontstaan, ook vanuit een predatiebeheerplan, wat we ooit, ik denk al 5 jaar geleden, hebben opgesteld. Dat is al een hele tijd terug. Ja. Samen met de faunabeheereenheid en ook met betrokkenheid van de collectieven, en ook met kennis van Landschapsbeheer Gelderland is er een onderbouwing gemaakt waarom we toch in de weidevogelgebieden met die vangkooien voor kraaien aan de gang willen. De provincie heeft dat ook ondersteund, die vergunning is verleend. Die is wel aangevochten, dus dat levert ook wel weer een gang naar de rechter op. Maar we kunnen nu in ieder geval deze paar jaar die kooien gebruiken en zullen ook heel goed volgen wat het resultaat daarvan is. Maar dat geldt dus voor Gelderland, dat is lang niet in iedere provincie zo. Nog meer vragen? Geen vragen verder. Dan ga ik eens even klikken wat er nu volgens komt. Volgens mij zijn we er bijna door. Dan mag ik alweer zeker naar deze. Ja. Hebben jullie geen koeien in de polder? Nou, we hebben geen polder. Oh, geen polder, nee. Achterhoek. bij Veluwe hebben we weidevogelgebieden. En wat we eigenlijk zien, is dat polders zijn met boeren die op afstand wonen. Het zijn allemaal veldkavels en er wordt voor het overgrote deel alleen maar gemaaid. En voor de variatie in het gebied, voor het weidevogelbeheer, willen we heel graag dat er meer begrazing plaatsvindt. Dus meer koeien in de polder. Er is wel een pakket, een AMB-pakket voor externe beweiding. Maar dat is eigenlijk voor de boeren niet aantrekkelijk genoeg om daar alle moeite die ze zich moeten doen om die pinken naar de polder te brengen en elke dag te controleren. Dus dat is een behoorlijke inspanning waar die vergoeding eigenlijk niet tegenop staat. Dus vandaar dat we nu een eigen pakket hebben gemaakt, gaan we dit jaar voor het eerst mee aan de slag. Waarbij we een extra vergoeding geven aan boeren die in het voorjaar of in de zomer, dat hebben we 2 periodes onderscheiden, simpelweg met een lage bv-bezetting koeien in die polder gaan weiden. Ja. En daar kunnen ze dan een paar honderd euro vergoeding voor krijgen. En we hopen dat we daarmee toch meer variatie in het gebied kunnen gaan krijgen. Ja. Doen we ook als een regionaal pakket, dus het is geen beheer wat naar RVO gaat. Het is een extra premie die wij aan de boeren dan uitbetalen. Volgens mij was dit de laatste. Dat was de laatste. Er zijn nog vragen. Nee, heeft Wouter nog een vraag? Er zijn nog nabranders. Eén vraag gaat nog even over de kuikenstroken. Hoe vroeg maaien die in het seizoen? En zitten daar ook insecten in? Is daar een onderzoek naar gedaan? Vraag is naar kuikenstroken in weidevogelgebied. 2 vragen. Hoe vroeg we die maaien? Op welk moment? En of er onderzoek is gedaan naar insecten? Op de eerste vraag is daar geen standaard antwoord op te geven. Dat spreekt de veldcoördinator met de boer af. En soms ook in overleg met de weidevogelvrijwilligers. En het hangt ook af van van de maaidatum van het perceel zelf. Dus als het een kruidrijk graslandperceel is wat na 15 juni gemaaid wordt, dan doe je dat misschien 3 weken eerder, derde week mei. Als het een 1 juni pakket is, dan ga je misschien nog wat vroeger zitten. Hangt ook af van de stand van het gewas in het voorjaar, hoeveel gras er staat. Dus we hebben daar geen vaste afspraken over. Dat blijft toch een beetje maatwerk. En insecten zal dat zeker opleveren. Dat is ook de doelstelling van kruidrijke graslanden, om insectenrijke graslanden te krijgen. Maar wij monitoren dat niet zelf. Er wordt natuurlijk wel onderzoek naar gedaan, maar vanuit collectief hebben we dat zelf niet opgepakt. Dan heb ik nog een vraag over oeverzwaluwen. Die nestelen in sommige gebieden in de ronde openingen, in de wanden van de sleufsilo's. Kennen jullie dit probleem en hebben jullie daar tips voor?
Nee, ik ken het niet. Ik zou zeggen, als je die sleufsilo niet nodig hebt, laat ze lekker hun gang gaan. Maar ik kan me voorstellen dat je ergens in mei toch die silo vol met gras wil gaan rijden. Dus dan zal dat inderdaad een probleem zijn. En dan zit er weinig anders op, denk ik, dan zorgen dat de kieren dicht zitten. Want ze zijn echt pioniers die elke geschikte plek opzoeken. Dus als ze ergens de kans zien om een nestje te maken, dan is de kans ook wel groot dat ze dat gaan doen, denk ik. En het is natuurlijk een mooie steile wand. Als daar ergens een spleet in zit waar ze een nest kunnen maken, dan is de kans dat ze er komen. Er is nog een vraag of je nog de basisprincipes van een keverbank kort uit de doeken kan doen. Hoe ze werken? De vraag is of ik de basisprincipes van een keverbank uit de doeken kan doen. En ik ben bang dat ik dat niet kan. We hebben wel een paar coördinatoren die er heel druk mee zijn. En ik weet dat er in Brabant heel veel kennis op dit gebied is. Nou, dus die verwijs ik graag door. Of nou, volgens mij is het basisprincipe dat je... het is een verhoogd wallichaam. Ja. Bij ons is het een beetje discussie hoe hoog. Is een halve meter genoeg? Er wordt ook gesproken over 80 centimeter of zelfs een meter. Nou, dat vind ik vrij fors. Voor de Achterhoek. Maar daar is het wat langer droog. Dus als je een wat lange natte periode hebt, dan is daar altijd droge beschutting te vinden. Daar krijg je ook gewoon je kruidenrijke assortiment op te staan. Kan ook meerjarig blijven staan. Maar dat is echt bedoeld om in die natte periode wat droge plekken te bieden. Mm-hmm. En als de rest van het perceel is gemaaid, heb je natuurlijk nog een mooie buffer daarop. Dus dat is vooral van belang. Ja. En op de schuine kanten, dat is natuurlijk wat warmer. Daar zitten weer wat andere insecten. We hadden het straks al over van... dat was vanmorgen. Dat met name in de randen van houtwallen en zo, dat daar heel veel insecten in zitten. Dus dat voordeel heb je dan ook. Mm-hmm. Wij vragen ons in de Achterhoek af, goh, wat is het verschil met als je een houtwal hebt, dus echt met een wallichaam waar vooral de kruiden staan, is dat niet ook een soort keverbank? Okay, ja. Dus het heeft twee doelen, dus, en dus voor insecten, maar ook om een droge plek te bieden. Ja, okay. Dat is wat ik altijd heb begrepen. Ah, goed. Maar wij zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen, precies. Ja, ja. Dus. En er is heel goed geluisterd, want ze weten dat... de achterdeurpakketten worden vooral bij Veluwe en Utrecht Oost betaald vanuit de organisatiekosten. Tenminste, wat daar overblijft. Hoe zit dat bij Vala? Bij ons is het iets soortgelijk. Alleen, we hebben het niet zo strak in een grafiekje als Hans. Maar wij weten ook wat we uitbetalen inderdaad aan de pakketten en wat de organisatie kost. En daar valt inderdaad geld vrij. En daar betalen wij inderdaad onze zetpakketten ook uit. Daarnaast hebben we wat projecten lopen voor de provincie Gelderland. Onder andere op bodemverbetering. Dat zijn ook zetpakketten. Veluwe zit er op het moment wat strakker en helderder in. Wij zijn er nog mee aan het opbouwen. Maar dat biedt zeker ook bij ons kansen. Het is nou een beetje vooral kijken van hey, hoe zit het in de begroting? Ah, er is ruimte. Mooi project gaan we doen. Ja. Ik denk wel dat het goed is om te vermelden, om niet de indruk te wekken dat we gigantisch aan het sparen zijn om heel veel langs deze weg te financieren. Het gaat om minder dan 1% van het budget, denk ik. Dus het zijn echt juist die kleine dingetjes die je extra kunt doen, die niet binnen de normale pakketten vallen, waar je wat wil experimenteren. Daar is het heel mooi om dit soort constructies voor te gebruiken. En zouden we dit heel grootschalig willen gaan doen? Ik denk als vlinderstroken zo'n succes worden, dat we dat heel breed willen gaan toepassen, dan zou het gewoon een ALB-pakket moeten worden als variant op botanisch hooiland. En dan hoort het gewoon in de vaste structuur, denk ik. Ja. Maar juist om met kleine dingen te experimenteren, kun je vaak dan net wat extra's doen. Dat was hem. Geen vragen meer? Nou, dan. Bedankt, zou ik zeggen, allemaal, voor het luisteren. Bedankt, graag gedaan. Ik hoop dat de mensen wat aan gehad hebben. En als er vragen zijn, dan weten ze ons vast wel te vinden. Zeker. Oké.